Testing, testing, 1, 2, 3. Even kijken of dit werkt. Ja, dit werkt. Goedemorgen, lieve mensen. Welkom bij mijn channel Fascini. En vandaag breng ik verslag uit van een bezoek aan mijn vriendin Barbara de Boer. Fasciniu. Zo, kom niet aan die afstandsbediening en stay tuned. Nou mensen, we zijn zover. Ik heb even een petje opgedaan, want het is vrij fris buiten. Het is 13 graden hier in Zoetermeer. En we gaan nu onderweg naar mijn vriendinnetje Barbara. Even licht uitgedaan. Zien jullie me nog? Hi. Nee, dat weet ik. Ja. Barbara is in Rotterdam. Ze woont in Rotterdam, maar ze wordt vandaag behandeld in het IJsseland ziekenhuis. In Capelle aan de IJssel. En alleen is ze maar alleen. Dus ik ga gewoon haar gezelschap houden. Mijn oma zei altijd: plezier moet je maken. Verdriet komt vanzelf. Dus de hulptroepen zijn onderweg. En ja, daarom zijn we vrienden. Keep smiling, keep shining. Knowing you can always count on me. For sure. That's what friends are for. Zo, Barbara, we komen eraan. Het is niet warm, maar het is niet onaangenaam buiten. Eigenlijk heerlijk weer. Ik zou met openbaar vervoer gaan, maar er is een vriend aan het logeren bij mij. En die heeft een auto, dus waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? Ik ga even met de auto naar Capelle aan de IJssel. Volgens mijn GPS duurt het ongeveer 31 minuten. Ik ga niet veel meteen zitten rijden. Want we keep it safe. Als ik daar aan ben gekomen, doe ik weer even mijn cameraatje aan. Tot zo. Nog steeds onderweg. Misschien even leuk om te weten. Barbara en ik kennen elkaar al sinds 1976, 47 jaar. We worden oud. Nou, ik moet weer gaan rijden. Tot zo! Nou, lieve mensen, ik ben aangekomen hier in het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Ik sta in de parkeergarage. Ik ga maar naar binnen, want je weet, misschien krijgen we lachgas onder medische begeleiding. Je weet maar nooit. Tot zo! Nou mensen, ik ben bij de hoofdingang aangekomen. Ik ga nu naar binnen. Ik ga Barbara ontmoeten. Ik heb begrepen dat ik binnen of dat ik geen mensen mag filmen. Dus dat ga ik ook niet doen. Misschien dat ik haar nog even op beeld kan zetten. En daarna wordt het overgenomen door Barbara. Tot zo. Even kijken waar Barbara is. Ik moest wachten bij de apotheek. Dat vroeg ze. Hier is de apotheek. Ik zie haar nog niet, dus ik ga gewoon even geduldig wachten. Oké, dankjewel. Nou, Barbara vraagt al naar mij. Ik zie haar al staan in de verte. Daar is ze. Ik ben je aan het filmen. Ik ben je aan het filmen. Kijk, daar is ze. Welkom bij mijn channel Fasciniu. Mijn naam is Barbara de Boer en ik heb vandaag King Jerry meegenomen. Kom, we gaan. Doeg. Dat was een leuke vlagtakeover, hè? Is even wat anders, hè? Op het moment dat hij aangaf dat hij meeging, had ik echt zoiets van, ik heb de juiste persoon. Van alles wat kapot maakt. Trouwens, welkom in het kasteel. Dit is het Capellese kasteel. Dankjewel. En ik ga nu. Ja, ik heb nooit echt een naam voor ze bedacht wat ik hoe ze zou noemen. Maar ik dacht, misschien noem ik ze de vampires. Maar goed, anyway, ik ga. Ja, ik moet even draaien, want er is een mevrouw die langs liep. Maar goed, hier ga ik infuus. Dat weten jullie. En daarna ga ik een glamour foto maken. Want die contrastvloeistof, die maakt je helemaal hot van binnen. Ja? Wow. Alsof je nog niet hot genoeg bent. Dus, nee, maar goed. En daarna
Ik weet niet wat ik die emmer in moet noemen. Ja, ik zal goed voor haar zorgen. Oh, dat doet hij zeker. Ja? Ja. Doeg. Nee, ik mag nog niet. Ik moet nu op die knop drukken. Want ik wacht even dat zij er door is heen. En dan ga ik naar de houding. Dus, ik zou zeggen tot straks. Goed zo. Ook zweet. Kijk, dat heb je wanneer je een ongeluk op straat hebt en dat je jezelf helemaal moet verschonen. Dus ik ga nu snel dingen. Doei! Ik ben geprikt. Ik ben hier geprikt. Mag ik je wat vertellen? Meneer dacht dat ik een speldekussen was. Eén zonder infuus ging het even proberen. En één met infuus, maar links lukt niet. Dus ik ben hier weer rechts geprikt. In mijn elleboog, dus ik kan niet veel doen. Dus... Jerry, prins Jerry gaat van me overnemen. Hij is even naar de toilet, hij gaat een koffie nemen en dan gaan we naar afdeling 50. En daar blijf ik, want ik heb daar mijn CT-scan en mijn MRI-scan. Mijn glamourfoto. Ga even kijken of ik nog iets lekkers ga halen. Ik weet nog niet. Is goed, ik ga zeggen doei, tot zo. Ik hou de camera even vast voor Barbara, want ze is geprikt in de verkeerde arm. Ik ben mevrouw prinses Speldekussen. Ik ga nu voor mijn glamourfoto. Mijn god, kijk mijn haar. Nee, ik heb geen haar uitvallen. Want ik heb mijn groen haar op mijn hoofd. Maar goed. Ik had deze zijn wel lang. Ja. Het is best bonus. Bonus. Het is zo snel gegaan. Ik stond heel bij. Snel gegaan. Ik was klaar met mijn CT-scan. Ik denk, ik ga me mentaal voorbereiden. En die meneer en die mevrouw. En hij noemde een naam, maar die kwam niet. En toen zei hij van, mevrouw de Boer. Dus ik moet eerlijk zeggen, toen ze die koptelefoon op mijn hoofd zetten de eerste keer, toen raakte ik en die kap, toen raakte ik in paniek. Ik zeg, laat los, maak los. Moest ik even bijkomen en toen ben ik weer gaan liggen en toen ging het goed. En ik heb gedanst met je. En nu is ze hier en we zijn klaar. En ik heb balletdans. Toch? Het was klassieke muziek, dus ik zag mezelf in mijn witte legging en mijn blouse wat ik aan had, zag ik dansen en dan zag ik me dansen met Jerry. Ik moest me ergens op focussen toch. Het is klaar. Ja, hier scheiden onze wegen. We scheiden. Ik ga even naar het toilet. Oh ja, ja nee, ik moet daar. Nou, lieve mensen, de dag zit erop voor Barbara. Hier in het ziekenhuis, in het IJsselhond ziekenhuis. Haar telefoon gaat, wie is dat? Mijn vriendin in het ziekenhuis. Hallo, Debbie. Hi, Debbie, je bent Hallo. In beeld. Nee, ik ben nog niet weg. Ik ben nu met Jerry beneden. Nou, we lopen naar buiten en dan filmen we daar wel even verder. Tot straks. Oké, we zijn gewoon een uur eerder klaar. Lekker. Ja. Dit achter de rug. Maar ik had wel op een gegeven moment wel problemen dat toen ik op mijn rug lag, dat ik een beetje pijn voelde in mijn buik, bij mijn maag. Dus ik ben even diep gaan in- en uitademen. Maar goed, het is voorbij. Jij kan we lekker naar je lunch trekjes. Nou, ik ga jou eerst naar huis brengen, toch? Oh, wat lief. Ja. Ik breng me nog uit. Dus daar hebben we ook nog een autoritje. Dat is ook nog gezellig. Auto vanuit België. Ah, dat ja. Dat is met een smile. Vanuit Brussel. Vanuit Brussel. Dankzij Filip even vermelden. Dankjewel Filip dat hij, de auto mocht pikken. Komt. Ja. En ik nou, hoop, dank hoop je dat, dat ik een cadeautje dit, heel leuk vind. Nou, dank je dat ik dit met je mocht meemaken. Nou, ik hoop dat je er steun aan hebt gehad. Ik ben immens blij dat je met me mee bent gegaan. Want nou, toen, heel ik, graag. Toen je aangaf, jij gaat mee, dacht ik bij mezelf, dat is de beste compensatie die je kan hebben. Ja. Gisteravond begon ik al te lachen, want toen had hij een soort intro filmpje. Jullie hebben gezien, vandaag was het een vlog takeover. Jerry? Ik ga ook vloggen. I'm going to bore you with my videos. Ja, it's okay. Met mensen erin is het altijd gezellig, geloof me. Het is altijd gezellig met mensen. En het is altijd even afvragen, wat ga je filmen? Maar bij mij is het al... Nou, jij hebt nog wat te vertellen, maar ik niet. Je vraagt je af. Met al die grappen van jou. Nou mensen, ik ga uit beeld.
Dat denkt hij. Over aan Barbara. Dat denkt hij, dat hij uit beeld gaat. Maar hell no, gaat hij niet uit beeld. We gaan nu naar de auto. En hij gaat, hij zet me even thuis, Sveen. Dan ga ik even slapen. Ik moet veel drinken. Ik heb 2 keer contrastvloeistof gehad. Ik ga mijn arm even koelen. Als ik thuis ben. En daarna moet ik het warm houden. Want het krijgt flinke blauwe plekken. Dus zo. Maar goed. Ik merk wel dat ik moe ben. Dus ik ga slapen. En later. Ik film gewoon verder terwijl hij maar lawaai maakt. Maar goed. Ik ga lekker slapen. En ik ga kijken hoe lang deze vlog is. Want dan ga ik deze, anders sluit ik deze vlog af. En ik denk dat ik vanmiddag wel mijn vriendin ga vergezellen. Maar dat weet ik nog niet. We gaan eerst slapen. Oké. Doei doei. Graag gedaan. Rust goed uit. Ja, ik ga slapen. En ja. Oude dingen. Oké. Okay. Groetjes aan Philip. Zal ik doen. Dag. Dag mensen. Dag mensen. Dag mensen. Doei. Dat was Jerry, de king. For a day. Ik ben benieuwd om alle filmpjes te zien die hij heeft gemaakt. Dat is voor jullie ook weer entertainment. Aboeng, dankjewel. Zo, ik ben weer gearriveerd. Ik ga eventjes iets eten. En dan gaan we naar huis. Doei doei. En dan ga ik slapen. Even uitrusten. Ik heb nu lang in de auto gezeten, dus ik voel het weer even. Dus ik ga even een wandeling maken. Doei! En dan gaan we verder. Ik ga even de supermarkt in. Even een broodje halen. Aan mijn hoofd begint. Ai, ai, ai. Hoi, hoi. Ja. Mijn hoofd begint. Ik voel het al. Even lopen. En dan hoop ik dat het minder wordt. Ik ga even een broodje pakken. Iets kleins. Broodjes in de winkel. En dan kom ik zo bij jullie. Doei. Hey. Ik ben er weer. Ik heb even gerust. Trouwens, ik laat even zien. Ik had deze legging. Mijn legging en dit had ik aan tijdens het onderzoek van de MRI. Omdat ik, en ik had het ook aan tijdens de CT-scan. Omdat ik die blauwe jurk aan had en ik wist niet of die knopen van metaal waren. Want je mag geen metaal af. Zo, ik heb hier alles eraf gehaald. Kijk hier, blauwe plek, blauwe plek. Deze valt mee, dat komt later. Hier hebben ze bloed doorheen gehaald. Maar hier, check die blauwe plek. Deze doet vreselijk pijn. Hij doet echt pijn. En ik zou hem eigenlijk koelen, maar misschien moet ik het alsnog een beetje koelen. En daarna warmte. En dan kan het bloed weer stromen. Dus, maar ik ga even lekker eten. Ik heb hier Crazy Tasty. Mmm. Zuurgoed van Crazy Tasty. Erg lekker. Nou goed. Ik ga deze vlog afsluiten. Want ik heb het idee dat ik vanmiddag wel, doordat ik nu eerder klaar was, heb ik even kunnen rusten. En zou ik vanmiddag wel. Dus ik neem jullie, dit wordt een deel 2 natuurlijk. Ik ga deze vlog afsluiten. En kijk uit naar de volgende vlog, want dan neem ik jullie mee. Naar Van Elsen. De modeontwerpster heeft me namelijk gevraagd of ik haar wil komen ondersteunen. Er komt een ontwerper uit Amerika. Die is op doorreis naar Parijs. En die komt haar even bezoeken. En dat is een soort meet and greet. Dus hij heet Michael. Ik ben alleen zijn achternaam vergeten. Maar hij is de king of the leather. Dus we gaan het zien.
Dus daar neem ik u straks in de volgende video mee. Neem ik daarin mee. Ik zou zeggen, heel veel bedankt. Hartstikke bedankt, Jerry, dat je er was. Bedankt aan de bijdrage die je hebt gemaakt voor de vlog. Het is erg leuk geworden. Ik moet echt lachen. En ja, zo maak ik altijd even iets positiefs van iets wat naar zou kunnen zijn. Want dit is geen pretje. Echt niet. Maar goed, ik heb een leuke dag gehad. En het is echt zo vlot gegaan. Ik had dat niet gedacht. En ik heb ook wel weer een stukje angst overwonnen. Ik weet dat ik het kan. En ik weet wat ik ervoor moet doen. En ik heb mijn meditatietechnieken ook geprobeerd. Maar in het begin moest ik echt eventjes bijkomen. Het heeft zeker 3 minuten geduurd voordat ik weer kon gaan liggen. En dat ze konden beginnen. En ze waarschuwen je wel. Ze geven je wel een bel in je hand. Waar je op mag drukken. Maar weet wel dat als je op die knop drukt. Dan moeten ze stoppen. En dan is het onderzoek mislukt. En dan moet je misschien nog langer. Dus je kan beter stil blijven liggen eigenlijk. Maar goed. De reden waarom ik het botversterkend infuus niet heb ontvangen. Is omdat ik het pas geleden heb gehad. En meestal combineren ze het met mijn CT-scan. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Want ik heb het nog 3 maanden geleden al gehad. Dus, maar dat weet ik even niet meer. Maar goed, zij kan het in de agenda zien. Dat ik pas volgende maand. Ik moet het na 3 maanden krijgen. Dus, en het is natuurlijk niet goed voor mijn nieren om het nu alweer te krijgen. Want dan moet ik te veel spoelen. Ik moet vandaag veel drinken. En ja. Shoutout gaat naar Jerry. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ik vond het super fijn dat je er bij me was. En ik wou, wat heb ik met je gelachen. Maar goed, het is Soso Lobby. Ik heb heel veel aan mijn Music Soulmate groep vrienden. En we groeien steeds meer bij elkaar. En ja, het klopt. Ik ken deze jongen al, weet ik veel. Hij noemde 47 jaar. Hij noemde een tijd dat ik nog kind was. En het klopt, want ik kwam daar bij zijn oma in het restaurant. Roline's restaurant. En dan zag ik hem. En later ben ik hem vaak tegengekomen bij zijn opa. Makko. En daarna op de Ams heeft hij gezeten, het middelbare school. En toen hier. Ja, dus ik ken hem al. Hij kent mij heel lang, ja, klopt. Dus ik zou zeggen, like, comment en subscribe. En Soso Lobby!